Dan zullen we eens gaan kijken in de verte. Ik zie daar al konijnenoren. En de kindjes van 1, 2 Heilig Hart zitten ook allemaal. Zijn jullie er klaar voor 1, 2 Heilig Hart? Ja, beste treinreigers, waar zitten de kinderen van 1-2 Heilig Hart? Eddie, sst, ben nou stil. Hey, jongens en meisjes. Afgelopen maandag hebben wij de reizigers ontvangen op het Wilhelminaplein die het gouden ticket hadden gewonnen. En samen met alle kinderen hebben we ervoor gezorgd dat we standje regenboog hebben behaald op de klok. Echt niet. Eddie, echt wel. Want, standje regenboog, wat betekende dat eigenlijk? Weet jij het nog, Eddie? Ja, standje regenboog konden we naar Wagonië. Inderdaad. Als we standje regenboog behaalden op de klok, dan konden we met de reizigers vertrekken naar Wagonië. En in Wagonië kun je, Eddie, onbeperkt snoep eten, onbeperkt liedjes zingen. Maar helaas waren er 2 reizigers. Je ziet ze hier staan. Woe! En Eddie. Boe. Handjes! Woe! Nou nee, dat denk ik niet. Ed en Eddie, die wilden met z'n tweeën naar Wagonië reizen. En iedereen hier achterlaten. Snoep, heel veel snoep. Oh. Ja, zodat ze met z'n tweeën heel de dag snoep konden eten. Maar gelukkig hebben we samen met de kinderen en de reizigers Ed en Eddie net op tijd gevangen. Zodat we vanavond met z'n allen kunnen vertrekken naar Wagonië. Maar als het goed is, heeft Juni vanochtend en vanmiddag heel veel gegeten. Blech. Zodat we hier, Ed en Eddie, nog 1 keertje onder kunnen gooien met glitterpoep. Want Juni die poept eigenlijk alleen maar glitters en confetti. Dus meneer Muis, neem jij Eddie even over? Want mevrouw Muis, vanochtend hebben we het al een keer geoefend. En hoe zag dat eruit? Dat zag er heel goed uit en het stonk ontzettend. Ik ruik het ook echt nog steeds. Het stonk zo erg. Ik kijk even of ze er al bijna klaar voor staan. En dan is het tijd voor ontzettend veel glitterpoep. Oh, zie je het al gaan? Oh, ik ruik het zelfs hier. Het stinkt zo erg. Gatsie, Tommy. Oh. Ik ga jullie wel in de neus helpen krijgen. Ja, want anders ruiken we het zelfs hier. Papa. Oh, kijk nou. Oh. Ga maar door. Nog meer poep. Oh nee. Kinderen, doe je neus maar even goed dicht. Oh, dat was echt heel veel poep. Oh. Hey, kinderen van 1-2 Heilig Hart, stinkt het? Oeh, wij ruiken het hier ook. Hé, maar mevrouw Muis. Wat gaan we nu eigenlijk met Ed en Eddie doen? Hadden we dat al afgesproken? Want anders ben ik het een beetje vergeten. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet zo goed, maar misschien heb jij een idee? Ik vind dat ze niet meer mee mogen met onze trein. Nee, dat vind ik eigenlijk ook niet. Maar het is eigenlijk wel zonde, want kijk eens hoe ze eruit zien. Zo eigenlijk vind ik roze en blauw wel een mooie kleur. Hé, hey, maar glinsteren zo mooi. Kun je ze dan niet meenemen misschien? Ja, zal ik ze dan in een potje stoppen? In een potje stoppen? En dan neem ik ze mee en dan zet ik ze op mijn vensterbank naast mijn geranium. Oh ja, dat lijkt me echt fantastisch. Meneer Muis, breng je ze even snel terug. Kom maar hier naartoe. Kom maar eens even snel hier. Want ik denk dat mevrouw Muis een plannetje heeft. Ja.
Meneer Muis is wat oud, dus het gaat niet altijd zo snel. Nee, ja, goed. Zijn we gewend. Nou, dan mogen jullie gezamenlijk even achter het podium. Ik neem ze mee. Nemen ze maar even mee. Oh, oh, oh. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik weet dat mevrouw Muis een enorme pottencollectie heeft. En dat ze alle kleurtjes spaart. En misschien heeft ze ook wel een roze en een blauwe nodig. Even kijken, ik denk wel dat ze dat het bijna zover is. Ik ben benieuwd wat er van gekomen is. Ja, 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 we komen eraan, we komen eraan. Oké, gelukkig. Oh, jongens, moeten jullie eens opletten. Ed en Eddie zijn veranderd in twee potjes. Ik zie ze zitten. Hallo. Zwaai maar even na, zo. Hier zijn ze. Ed en Eddie. Zo passen ze precies op mijn vensterbank. Nou, dat vind ik echt perfect. Dan denk ik dat we ze zo lekker meenemen. Wat gaan we doen? En dat we misschien met z'n allen de treinreizigers nog even mogen uitzwaaien. Zwaai ze allemaal maar eens uit. En dan denk ik dat het tijd is om nog één keer ons eigen treinlied te zingen. Want daar heb ik wel zin in. Oké, laten we klaarmaken. En dan vertrekken we straks naar Wagonië. En ga allemaal maar lekker staan, mooie treinreizigers van 1, 2, Heilig Hart. En stap maar op de plaats. Na zoveel jaren gaan we van start. We gaan het spoor op met de trein van Heilig Hart. Waar gaan we heen dan? Nog geen idee. Wie vindt het gouden ticket en mag met ons mee? En dan gaan we inchecken. We checken in met onze chipkaart. En de trein wordt klaargemaakt. Pak je koffers en je tassen, het ruitje gaat. Koop een snoepzak bij de eenhoorn, wees op tijd op het perron. Ga met Kobus mee en spring in een wagon. Is iedereen klaar? Hoor je niet uit? Dan kunnen we gaan op naar Wagonië, ver hier vandaan. Wat kan harder? De zomerspelen express naar Wagonië Centraal, Wilhelminaplein en Kampenkuil Zuid van 12 uur. Lekker schudden met die billen. Vertrekt vandaag van spoor 1-2-A. En kunnen we ook zakken? Ja, een heel groot applaus voor de kindjes van 1 en 2, Heilig Hart. Weer knap dat deze week ook voor hun goed is afgelopen.